dat doelbedrag gaan berekenen, gaan we doen aan de hand van ja, de 4% regel. Eigenlijk is het meer de 4% vuistregel dan dat de harde regel is. Want gelijk alles in personal finance is niet helemaal zwart en wit. Het is altijd heel veel grijs. Dus wat is die 4% regel, of die 4% vuistregel nu, dat we kunnen gebruiken? Wel, die stelt eigenlijk dat je jaarlijks 4% van je geïnvesteerd vermogen kunt afhalen om van te leven, met een heel beperkt risico om ooit zonder geld te vallen. Dat is misschien makkelijker om dat uit te leggen aan de hand van een meer praktisch voorbeeld dan een zin op een slide. Dus stel dat je een aantal jaar slim hebt geïnvesteerd en je bouwt een vermogen op van 900.000 euro. Je blijft dat geld verder investeren in een portfolio met, ik zeg maar iets, standaard aandelen en obligaties en dat blijft geld opbrengen. Lange termijn, goed gespreid portfolio, ergens tussen de 6 en 10% rendement, van jaar tot jaar afhankelijk. En afhankelijk van waarin je investeert, jaarlijks pakt je 4% van te leven. Dus 4% kunnen dan effectief gaan uitgeven. 900.000 euro, 36.000 euro per jaar, deelt dat door 12 en je hebt 3.000 euro netto inkomsten per maand. En ik zeg netto, want in België vandaag zijn meerwaardes op aandelen ook gewoon niet belast. Het is het fiscaal het meest interessante potje. Als je gaat gaan werken, zijn de meeste mensen toch ergens tussen de 30 en de 50% belasting kwijt, tenzij dat je het anders gestructureerd hebt je inkomsten. Als je kapitaal voor u aan het werk is, in het geval van aandelen, betaal op de winst dat je maakt op het moment van verkoop, betaal je geen meerwaardebelasting. Dus dat is een heel mooie manier om op die manier een win-for-life systeem voor jezelf te gaan creëren in plaats van het aan de nationale loterij over te laten.